allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met je Rainbow Loom deze leuke 3D ballonnetjes moet maken. En ik ga vandaag deze lichtroze maken. Je gaat beginnen met twee bandjes van deze pion in een 8 naar deze pion. Zo, en nu pak je nog een keer twee bandjes. Van deze pion een 8 naar deze pion. Als laatste twee bandjes in een 8 van deze pion naar deze pion. En dan doe je dat allemaal naar beneden. Dan gaan we een rondje maken en we gaan beginnen hier zo bovenin. Schuin naar beneden. En we doen dit met gewoon één bandje tegelijk. En je ga je gewoon een keer ga je recht naar beneden. Nog een keer. Nu ga je schuin omhoog. Nu ga je naar boven. En dat doe je nog een keer. Nu kunnen we beginnen met haken. En ofwel hak je de onderste twee bandjes eroverheen. Doe dit bij elke pion. Dan duwen we dit allemaal naar beneden. Dan gaan we nog een rondje maken. We beginnen hier bovenin. We maken hetzelfde rondje met gewoon enkele elastiekjes. Je schuin naar beneden. Naar beneden. Nog een keer naar beneden. Schuin omhoog. Dan nog een keer. Omhoog. En als laatste nog een keer. Nu haak je overal de onderste twee bandjes er weer overheen. Dus gewoon weer hetzelfde. En de laatste. Nu duw je dit naar beneden. En nu gaan we nog een keer een rondje maken, alleen dan met dubbel gevouwen bandjes. Dus pak een roze bandje. Strek hem. Draai hem in een 8. Terug op je vinger, zodat die dubbel gevouwen is. En plaats hem hier zo. Je kunt hem ook gewoon naar beneden plaatsen. En dan zo. En dan strek je hem. En dan doe je hem er nog een keer overheen. Dan is het ook dubbel gevouwen. Dat vind ik is ook een makkelijke manier. En er is nog een manier. En dan dat is, je zet een elastiekje op je haak. Zet hem er nog een keer op, zodat je twee ringetjes hebt. En die twee ringetjes plaats je dan zo erop. Dan heb je ook een dubbel gevouwen elastiekje. Maar ik vind deze methode... Deze methode dat je dubbelvouwt op je vingers. En de methode dat je dubbelvouwt gewoon op de pion. Dat vind ik de makkelijkste. Maar ik vouw nu gewoon even dubbel op mijn vingers. Dat gaat wel lekker snel. Hier omhoog. Zo. En hier ook omhoog. Nu haal je overal de onderste twee bandjes eroverheen. Zo. En ik raad je aan om wel metalen haaknaald te gebruiken voor want dit zit nu allemaal best strak. Het staat nu allemaal heel erg strak als ik het nu naar beneden aan het duwen ben. Wat we nu gaan doen is één enkel elastiekje over alle 6 pionnen. En nu haak je alles eroverheen, behalve het elastiekje wat je er net op hebt gezet. Dus dan haak ik alles eroverheen, behalve het elastiekje wat ik er net op heb gezet. Dan hou ik dus één elastiekje over. Doe dit
ook bij deze pion. En nu staan de elastiekjes echt heel strak. Dus als je nu geen metalen haaknaald gebruikt. En bijvoorbeeld deze plastic haaknaald van Rainbow Loom. Dan heb je grote kans dat je haaknaald zal breken. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ik raad je aan om metalen te gebruiken. Zo, nu duw je dit naar beneden. Nu ga ik hem opvullen. En ik doe er 6 bandjes in. En ik begin eerst met 3 bandjes te pakken. Ze dubbel te vouwen. En dan erin te duwen. Daarna pak ik een haaknaald met een hele grote achterkant. Ik zou ook mijn metalen kunnen gebruiken, maar die heeft maar een veel kleiner achterkantje. Dus ik gebruik deze roze met een dikke achterkant. En daarmee duw ik alle elastiekjes goed naar binnen. En dat is nog best een karwei. Want het zijn elastiekjes en dat is soms best irritant. Dat ze niet willen meewerken. Nou ja, dan pak ik nog een keer 3 bandjes. En dan doe ik hetzelfde. Ik vouw ze dubbel. En dan leg ik ze erin. En dan duw ik ze er weer in. Je kunt ze er ook in duwen met je vingers, maar ik vind dit toch echt beter werken. Zo, ze zitten er nu mooi in. Nu gaan we verder. Je pakt met je haaknaald dit bandje van deze pion af. En je brengt hem op deze pion eronder. Het bandje wat op deze pion zit, die pak ik en breng ik op deze pion. Nu pak ik dit bandje, die breng ik op deze pion. En dit bandje breng ik op deze pion. Zo, en dan duw ik dit allemaal een beetje naar beneden. Zodat ik plaats heb gemaakt, want ik ga er nu 2 elastiekjes bovenop zetten. Pak nu 2 elastiekjes en zet die hier schuin bovenop. Nu haak je alles eroverheen, behalve de 2 elastiekjes die je er net op hebt gezet. Dus dan haak je 3 ringetjes eroverheen. Aan beide kanten. Zo. Duw het weer naar beneden. Ik pak nu deze 2 bandjes van de pion af. Vouw ik dubbel naar de overkant. Dan haal ik deze 4 bandjes eraf. Dan haal ik hem uit de loom. En hij is nu nogal plat, dus ik duw hem een beetje in vorm. Zo. Pak nu de kleur voor waarmee je deze touwtje wil maken van de ballon. Dat ga ik in wit doen. Pak daarvoor 2 witte bandjes. En maak een knoopje. Dat doe je zo. Leg ze zo op elkaar. En trek dit elastiekje er doorheen. En aan de andere kant duw ik dit elastiekje erin. En dan pak ik die. En dan trek ik het aan. Maar je kunt het ook anders doen. Pak een haaknaald. Zet een elastiekje erop. Pak het andere elastiekje. Zet die in de haak. Haal dit elastiekje eroverheen. Zet dit andere uiteinde ook op je haak. En haal dan de achterste over de voorste. En kun je het aantrekken. Misschien is dit nog wel de makkelijkste manier. Nu heb je dat ook. Maar ik vind het toch het mooist om ze zo door elkaar heen te doen. Zo, en dit trek ik nu strak aan. Nu pak ik deze haaknaald er weer bij waar de 4 ringetjes op zitten van de ballon. Zet ik de ene kant, ene uiteinde van dit witte touwtje erop. Zet ik alle 4 bandjes erop. Pak ik het hele andere uiteinde van het touwtje. Zet ik ook op mijn haak. En nu haal ik de achterste over de voorste. En die trek ik dan zo aan.
Zoals, en zo ziet het er nu dan uit. En nu ga ik hierop, zodat het mooi strak aan elkaar zit. Zo wat ik hier ook heb gedaan, heb ik hier zo'n een elastiekje hier 4 keer omheen gedraaid. Dat ga ik hier nu ook doen. En dat doe ik, ik haal hem niet bij het touwtje zo omheen, maar om de ballon. Dan zet ik hem op deze 4 ringetjes, op deze 4 bandjes. En dan heb ik 1 ring, draai ik mijn slag nog een keer 2, 3. En als het goed is heb ik hem in 4. Zo ziet het er nu uit. Hier heb ik ze allemaal aan elkaar verbonden. Ik heb hieronder zo'n klein handvatje gemaakt. En dat ga ik jullie nu ook even laten zien. Ik vouw hem. Ik draai hem. Zo. Ja, ik maak er gewoon een knoopje in de onderkant van het. In dit onderste elastiekje. Dus dat strek ik. Draai ik. En dan trek ik het uiteinde er doorheen. En dan trek ik dit zo aan. Nu laat ik jullie even zien hoe je van deze 4 ballonnetjes 1. Ja, alles aan elkaar kunt maken. Zodat je een leuke ballon. Ja, alle ballonnen gewoon aan elkaar. Een ballonnenboeketje. Zoiets zou ik het maar noemen. Nou ja. Ik zet al deze handvatjes. Ik heb overal zo'n klein handvatje gemaakt. Zo'n knoopje in het onderste elastiekje. Die zet ik er alle 4 op. Dit is de 3e. Dit is de 4e. Nu pak je een enkel wit elastiekje. Die strek je. Dan haal je deze 4 ringetjes. Zet je op het enkele elastiekje. Zet je het andere uiteinde ook op je haak. Achterste. Over de voorste. En trek je het aan. Nu heb je al je ballonnetjes aan elkaar. Erg leuk natuurlijk. Zo. Nou ja. En zo ziet het er nu dan uit. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.